Nu Marieke Elsinga, 36, is gestopt met RTL Boulevard en Vivienne van den Assem, 38, bijna met zwangerschapsverlof gaat, wordt Daphne Bunskoek, 48, weer opgegraven. Ik ben 2 maanden geleden gevraagd. Toen heel veel vrouwen zwanger werden hier. Ze wilden iemand die tegen de overgang aan zat. Dat leek ze veilig, vertelt ze op Radio 538. Jelte van der Goot, sidekick op Radio 538, is verbaasd. Jij bent daar toch ooit vertrokken? Ik wil niet zeggen met slaande deuren omdat je niks meer met ze te maken wil hebben, maar omdat het roddelen jou niet zo lacht, toch? Daphne beaamt dat, maar nu staat ze er anders in. Nou, dat was een beetje de tijd dat we zo begonnen met dat iedereen elkaar ging filmen op straat en zo. Dat vond ik toen wat minder, maar het was ook wel gewoon een kwestie van iets 3 jaar elke dag doen en denken, ah, ik vind het ook wel leuk om andere dingen te proberen. Die andere dingen sloegen allemaal niet aan, dus keert Daphne maar weer terug bij Boulevard. Ik heb heel veel andere dingen gedaan en ik doe nog steeds dingen die ik ook leuk vind, tekenen, schilderen, schrijven, maar toen ze me belde vond ik het eigenlijk hartstikke leuk weer. Waar is ze nu allemaal mee bezig dan? Ik heb een kinderboekje geïllustreerd en ik ben bezig met een eigen boekje over 19e eeuwse vrouwelijke ontdekkingsreizigers. Ik was allemaal met dat soort dingen bezig. Het lijkt Daphne geweldig om aan de slag te gaan met het huidige Boulevardteam. Ik ben met Eddie begonnen bij TV Oost en daarna Bridget bij TMF. Het is ook een beetje een soort thuiskomen eigenlijk wel. Is ze nerveus? Ja, wel een beetje. Het is wel een beetje zo'n dag dat je denkt, waar moet ik parkeren, waar moet ik zitten en waar hangen mijn kleren? Het is zo'n dag dat alles even moet landen. Dan heb ik het nog niet eens over de inhoud van het programma. Het is voor Daphne te hopen dat haar zenuwen niet gepaard gaan met een blackout. Het komt denk ik gewoon goed. Ik ga gewoon repeteren en dan ga ik het zien. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Thank you.